Ja, Leg maar eens aan iemand uit die nooit heeft kunnen zien van wat is blauw of wat is groen. Ja, ja. Hoe ziet de zon eruit of de lucht of de legend, hoor ik <laughs> tegenwoordig ook genoemd. Oké, oké, oké. Echt ziek, bro. Maar dan speel je het te gewoon tegen mensen die wel kunnen zien. Ja. Ja, het, dat, is, dat is toch live. Hallo dames en heren en leuk dat jullie weer kijken en of wel luisteren naar een nieuwe Knolkast. Mijn naam is Milan Knol en vandaag zit ik hier met een uh, hele leuke en vooral unieke gast... Uh, ik zit namelijk tegenover Sven. En uh, Sven, jij bent een bijzonder persoon, vind ik persoonlijk. Daarom heb ik jou ook uitgenodigd. Um, maar voor de mensen die jou niet kennen, nog nooit wat van jou hebben gezien, uh, ik geef je 30 seconden. Wie ben je? Wat doe je? Waar kennen mensen jou van? Hoi allemaal, ik ben uh, Sven en ik, uh, ja, ik ben eigenlijk beter bekend op internet onder de naam Blind Warrior Sven. En uh, die naam heb ik gekregen omdat ik uh, videogames speel en stream. Uh, maar ik ben volledig blind. Dus ja, ik, uh, ik doe dat uh, puur op geluid en ik hoop daar hier uh, vandaag iets over te kunnen vertellen. Ja, en hoe oud ben je Sven? 37. Zevende, en hoe lang game jij al dan? Uh, eigenlijk al vanaf dat ik een jaar of drie, vier ben. Uh, alleen toen was ik nog volledig ziend. Uh, um, oh. Dus dat was een heel andere ja, tijd, zeg maar. Um, voor mij, zeg maar. Mijn leven is een beetje, uh, tot aan mijn zesde uh, was ik ziend. Uh -huh. En dan vanaf mijn zesde werd ik blind en toen werd het gamen... Um, ook zeg maar, op een heel andere manier. Ja, en hoe, hoe, kan, hoe, hoe kan dat dan? Wat is er gebeurd? Ben je, is, ben je gevallen of zo? Wat is er gebeurd? Nee, ik heb toen ik uh, zes was, dat was in 1992. Uh, we waren op vakantie uh, in de zomer. En op een gegeven moment kreeg ik heel erg uh, last van hoofdpijn. En ik, uh, ik at niet meer goed. En ja, ik werd steeds zieker. En uiteindelijk bleek dat een, uh, een tumor te, te zijn. Um, ja, die zeg maar hier uh, tussen mijn. Ogen zat, zeg maar, mm -hmm. achter. En ja, die heeft uiteindelijk heeft die mijn oogzenuw uh, laten afsterven en daar ben ik blind van geworden. En dat is verder niet uitgezaaid en dat is toen gecontroleerd en hebben ze kunnen weghalen ofzo? of zo? Nou, het, het, het grappige tussen haakjes was, zeg maar, ik had dus en die tumor en ik had daarbij dus ook nog uh, acute uh, leukemie. Um, daar kwamen ze dus bij toeval achter omdat die tumor, zeg maar, ja, die, die, die deed pijn. Dus die gaf signalen van, hé, hey, er is iets niet goed met je. En toen zijn ze me verder gaan onderzoeken in het ziekenhuis. En toen bleek dus dat ik uh, ja, twee voor de prijs van één had, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. <laughs> ja, um, nou ja, dat is gelukkig uh, allemaal met chemotherapie uh, weggehaald. Want die tumor zat op een dusdanige plek dat opereren te gevaarlijk was. Um, ja. Het zat zeg maar te dicht op mijn hersenen. En ja, met, met chemotherapie uh, is dat eigenlijk allemaal toen. Uh, ja, ik heb ongeveer een jaar lang uh, chemotherapie gehad. En dat was zeg maar ja, zoals kinderen naar school gaan. Uh, door de week en in het weekend vrij zijn. Zo ging ik door de week naar het ziekenhuis. En in het weekend nee. mocht ik thuis uh, herstellen. Jeetje. En, en toen uiteindelijk toen, uh, hield je er dus geen zicht aan over. Ja. Um, um, de, heb je dan ook de herinneringen van vroeger nog uh, qua. He, dat je beelden ziet en dat je die dan nu nog projecteert op wat je nu uh, voelt of ervaart. Jazeker. En daar ben ik ook heel erg dankbaar en blij mee. Um, want ja, leg maar eens aan iemand uit die nooit heeft kunnen zien van wat is blauw of wat is groen. Ja, ja. Hoe ziet de zon eruit, of de lucht. Of ja, ja. weet je, dat soort uh, dingen die eigenlijk heel normaal zijn voor de meeste mensen om te zien. Uh, ja, kan ik me wel voorstellen. Uh, je moet je wel voorstellen dat weet je, als, als kind is de wereld natuurlijk wel naar je beleving een stuk groter is dan wanneer je volwassen bent. Mm -hmm. um, dus zeg maar, de dingen die ik me kan herinneren van vroeger, uh, die kloppen misschien niet altijd met zoals ze eigenlijk qua grootte zijn. Oh ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld als een Disneyland Parijs gaat voor het eerst, ja. dan denk je dat het, dit is de, de hele wereld zit hier. Ja, zeg precies. Maar. Ja, ja, dat is alles veel groter. Ja, en, 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 ja. en wat ook zeg maar. Voor mij heel moeilijk is om voor te stellen, uh, ik, ik heb kunnen zien, zeg maar eind jaren 80, begin jaren 90. Mm -hmm. weet je, je moet tegen mij niet zeggen van zo de nieuwe Star Wars die heeft uh, zulke special super deluxe uh, effects in de film. <laughs> ja, Dan denk ik cool. van nou, ik kom uit uh, de Walt Disney uh, kleine Semermin-tijdperk, zeg maar. Ja, 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 ja. Dus ja, ja nog net geen zwart-wit. Nee, nee. <laughs> nee, nee, precies. <laughs> nou ja, dat was gelukkig nog wel iets eerder. Maar. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik kom uit 91, dus ik, uh, ik snap een beetje wat, uh, wat je bedoelt. Ja. Um, Oké, okay, dus dan ga je gamen. Uh, nou, en dan er gebeurt zoiets vreselijks. En dan leer je daarmee omgaan. Uh, dat hebben we nu alweer over 31 jaar geleden. Dat dat is gebeurd, ja. Uh, toch? Ja, klopt. Maar dan ineens um, verandert je wereld. Nou, ik, ik begrijp dat er heel veel aanpassingen zijn. En heel veel dingen uh, die veranderen. En daar kun je nu heel goed mee omgaan. Maar waar ik voornamelijk benieuwd naar ben... is, omdat het ook mijn hobby is, is het gamen. Hoe... Hoe transformeer je dat van jongs af aan naar ineens? Ik wil nog wel blijven gamen, want ik weet nog hoe mijn. Uh, was het Holocaust Tycoon wat je speelde? Nee, dat was denk ik te jong. Uh, ja. Tetris misschien of zo? Wat speelde je? Dat heb ik wel gespeeld, inderdaad. Op de Game Boy toen nog. Ja. Uh, dat was het spelletje wat je erbij kreeg als je hem kocht. Ja, Pokémon uh, niet, denk ik. Hè? Nee, dat was net weer daarna. Nee, ja. ik kom zeg maar uit. Uh, misschien ken je die nog wel uh, Super Mario land, die allereerste die op de Game Boy kwam. Ja, uh, pr ja. Prince of Persia. Uh, ja, zeker. Dat hadden we nog meer toen. Uh, Micro Machines. Uh, ja, bro, je is niet echt <laughs> na wat ik denk. Oh ja, <laughs> Micro Machine. Ja, ja, zo. En, en ik, ik had zeg maar een Amiga vroeger thuis staan. Um, ja. En daar had ik heel veel um, ja, spelletjes op, zeg maar. Echt gewoon uh, uh, Alternate Beast. En weet ik had al. Echt heel veel spellen die ik gewoon uh, ja, speelde zodra ik uit school kwam. Dan was een van de eerste dingen die ik uh, deed van: uh, man, mag ik uh, computeren? <laughs> ja. Nou, vooruit een uurtje. En een uurtje werd twee uurtjes. En uh, nou, op een gegeven moment. Uh, ja, uh, we gaan eten. Oké, okay, kom. Ja. Ook stiekem? ook stiekem Wanneer je eigenlijk niet mocht, en dat ze weg waren, dat jij dan gewoon stiekem ging gamen? Nou, ik was heel jong, dus uh, oh. ik werd niet echt alleen gelaten. Oh nee, oké. Okay. Uh. Oh, jij was 65 ja. ja of jonger. Ja, dat kan natuurlijk. Maar ja, toen werd ik dus op een gegeven moment blind. En ik weet nog, een van de eerste dingen die ik deed toen ik uh, thuis kwam als blinde... Je moet je voorstellen, ik werd in augustus 92 werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Uh, doodziek. En... Het was volgens mij oktober of november voordat ik pas voor het eerst naar huis mocht. Uh, en toen was ik inmiddels blind. Dus, en ik weet nog dat ik, zeg maar, uh, ja, zo goed en zo kwaad als het ging... Hè, je moet je voorstellen, je komt voor het eerst thuis als blinde. Ja, vind je weg maar even. Ja, ja. Uh, dat ik, zeg maar, uiteindelijk mijn kamer bereikte en op, me, op mijn kruk ging zitten. Hè, net zoals dat ik nu een beetje zit. Ja. Achter mijn computer. En hem aanzette. En toen eigenlijk realiseerde van... Oh, Um, dit Zien we niet meer? Ja. Weet je, dit werkt niet meer. Nou, daar had ik echt heel erg de pest over in, um, en ik druk dat, me nu uh, heel zachtjes uit. Ja, ik wil zeggen, het lijkt me dat je daar echt wel goed uh, depressief bijna kan, van kan worden. Dat je gewoon denkt: de wereld wordt me letterlijk afgenomen, want ik, ik tel niet meer mee omdat ik het niet meer zie, ofzo? Of? Nou, ik had meer het gevoel van ze hebben inderdaad: uh, ja, het, 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 het mooiste of het leukste wat ik deed in mijn leven, dat was weg. Ja. Uh, Weet je, toen ik jonger was, was ik, uh, ik zeg wel eens van, nou, als we op vakantie waren en uh, mijn moeder was me kwijt, een van de eerste plekken waar ze dan ging zoeken was in de arcadehal uh, als ze die hadden <laughs> daar, want yeah. de dikke kans dat ik daar naartoe was geslopen. Ja, ja, ja. Dus weet je, en op zo'n moment, ja, dan, dan, stort echt heel je wereld in en um, ja, ik had echt zoiets van, nou, dit, um, het is goed zo, weet je, het is klaar en dat is best wel, best wel hard als je zeg maar zes jaar bent om dan al zo um, te denken ja, um, ja heel snel volwassen worden lijkt me ook dan ja ja dat geval. is dat is wel iets als je zoiets meemaakt en of dat nou een ernstige ziekte is of dat je vlucht voor een oorlog of uh, uh, andere uh, rampen hebt meegemaakt ik denk dat je als kind zijnde dat je dat gewoon um, ja je inderdaad heel snel volwassen maakt en je ook uh, heel erg laat nadenken over uh, dingen zijn niet vanzelfsprekend in het leven en er hoeft maar ja. iets te gebeuren en het is ineens uh, drie, hoe heet het? 180 graden gedraaid. Ja, 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 Een soort van ja, trau trauma überhaupt. Ja, dat, dat ik heb dat gelukkig. Ja, wat is het ergste wat ik heb meegemaakt? Uh, uh, weet ik, scheiding van mijn ouders misschien. Mm. Maar <coughs> ja. <coughs> en voor iedereen is natuurlijk trauma anders. Maar uh, ik vind het cool hoe je dat nu zeg maar hebt hebt geswitcht. Dus. Ik ben ook heel erg benieuwd naar wanneer is die switch gekomen. Want hé, je wordt dan op een gegeven moment ouder, um, ja. je begint wat volwassener te worden, je gaat misschien. Um, je, je, stel, je bent. Laten we vast vastvoeren naar 16 jaar. Ja. Je bent 16 jaar. Je, 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 ga je uit? Ga je. Ga, wat ga je doen? Wat, 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 wat ben je aan het doen? Oh, 16, dat was inderdaad een <laughs> hele moeilijke leeftijd. Weet je, ja, op die leeftijd, als je 16 bent, je, je wordt verliefd, uh, je, je, je zit op school. Uh, je bent uh, aan het ontdekken van wat wil ik eigenlijk laten doen. Nou, ik wist gelukkig al heel snel dat ik iets met computers wilde doen. Yeah. Uh, ik ben uiteindelijk ben ik ook in de ICT uh, terechtgekomen. En um, maar ja, weet je, je bent je hebt een handicap, dus je moet eigenlijk overal sta je altijd al met 1-0 achter, uh, of je nou um, uh, je, je gaat aanmelden voor een stage, of je gaat uh, een school volgen of een sportclub. Je, je krijgt altijd de vraag van, ja, maar hoe doe je dat dan? Of ja. kan dat wel? Of, ja. uh, dat ja. snap ik heel goed, maar dat is een hele legitieme vraag, toch? Ja, dan? nee, zeker, zeker. Ja. Ik bedoel, ik denk dat ik het zelf ook zou doen als ik zelf geen handicap zou hebben. En er komt ineens uh, uh, iemand in een rolstoel uh, of uh, die blind is, die zegt, joh, uh, ik wil ook graag uh, voetballen. Of, uh, ja, ja, dan ga ik, ja ook ik wil websites maken. Ja, ja, weet je, of hoe oké, doe je dat dan? Maar, ja, ja. En, en um, maar hoe doe je dat dan? <laughs> ja. Nou ja, dat is zeg maar uh, een beetje wat, wat heel mijn leven al, uh, en ik denk ook voor andere mensen die met een handicap uh, um, ja, rondlopen. Je bent eigenlijk heel vaak, ben je voor jezelf uh, het wiel steeds weer aan het uitvinden. Want de maatschappij is helaas ja, voor een groot gedeelte... Uh, niet ingesteld op mensen met een handicap. Weet je, komt er iets nieuws uit, uh, of dat nou in, in de techniek is, of uh, een nieuwe sport die bedacht wordt, of weet je, het, het is en dat is denk ik ook logisch. Het is meestal is het natuurlijk voor um, voor mensen die in principe alles kunnen. Uh, ja. Ja, de meerderheid eigenlijk. De meerderheid. Ja, ja. Ja, ja. En en um, mensen met een handicap die, die moeten toch eigenlijk zeg maar weer steeds uh, opnieuw met, met trucjes komen om toch uh, mee te doen. Hè? Ja. Hè, je vroeg net aan me van, hoe doe je dat dan met, uh, met gamen? Ja, um, ja want je, je, je bent bekend voor het gamen. Ik bedoel, ja. je livestreamt ook zelfs, ja. toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. Blind Warrior, Sven, de game de blinde gamer. Dus <laughs> ik, ik had meteen van, oké, okay, hoe dan? Ja. Uh, wat doe je? De, de legend, hoor ik tegenwoordig uh, <laughs> <er> ook genoemd. Oké, oké, oké. Nee, ik, uh, ja, hoe doe ik dat? Nou, ik... Als we even teruggaan in de tijd ik ben dus net blind geworden en ik wilde weer gaan gamen toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik uh, ik was bij een vriend en die had het spel street fighter 2 had hij op zijn super nintendo Goeie, ja ja en ik zat zeg maar te luisteren toen hij aan het spelen was en ik dacht van hey ik kan horen wat er hier in het spel gebeurt of in ieder geval ik had er, ik kon me een beeld vormen van uh, ja wat er wat er gebeurde op het scherm en ik denk dat het ook je vroeg net aan me van kan je beelden uh, maken van wat je gezien hebt vroeger. Ik denk nee. dat dat ook heel erg helpt met um, ja, dat ik nu zeg maar, kan gamen op geluid. Omdat ik non-stop uh, beelden maak tijdens het gamen. Ja. Um, daar kan ik zo meteen nog wel iets, iets verder over vertellen. Maar in ieder geval was ik toen uh, bij die uh, jongen uh, aan het kijken um, wat hij aan het spelen was. En ja, dat, dat ging op een gegeven moment ging er gewoon een wereld weer voor me open. En ik zag toen uh, en. Ja, de luisteraars, ik heb het over zien en kijken. Uh, ik zie helemaal niks. Maar dat <laughs> ja. is gewoon de manier van spreken. Ja, ik wil het zeggen. Ik ja. zag toen. Ja. Ja. Ik zag maar, toen het licht. Precies, nou ja, ik zag toen het licht <laughs> ja. inderdaad weer. Ja. Van, hé, hey, ik ga dit ook proberen. En ja. nou, ik had toen een hele lieve uh, familie. En die heeft toen ervoor gezorgd dat ik een, uh, een Super Nintendo thuis kreeg ja. met Street Fighter 2. En ik ben eigenlijk de momenten dat ik uh, ja, niet in het ziekenhuis was of niet. Uh, aan het herstellen was thuis. Uh, al die uren heb ik zeg maar, erin gestoken om dat spel onder de knie te krijgen. En, Street en toen was je fight, oud, hoe oud was je toen, sorry? Uh, ik denk 6,5. 7,5. Oké, dat was, okay. dat was meteen, meteen toen al ben je begonnen eigenlijk. Ja, al. ik ben heel snel eigenlijk alweer... Um, ah. begon. En ik denk, ik denk, Milan, dat dat ook zeg maar, wel een, um, een, een, een... Hoe moet ik dat zeggen? Uh, het heeft mij ook heel erg geholpen in die tijd om... Uh, met mijn handicap te leren omgaan en, en mijn, mijn uh, trauma, zeg maar, op in dat moment te verwerken. Ja, ja snap ik wel. Uh, op, die, op die momenten kon ik, zeg maar, even uh, ja, mijn, mijn gedachten, die ik normaal gesproken had, of de, de angsten, hebben uh, komt de kanker terug of uh, ga ik het wel ja, redden? Ja. Kon ik gewoon van me afzetten. Ja, even, omdat je even volle focus had op iets anders. en. En wat ik en, leuk vond ja en ja en weer een nieuwe prikkel ja. zeg maar wat je wat je dan traint voor jezelf ook dus eigenlijk ben jij um, uh, nou al wel zeker 30 jaar in training bij jezelf om die geluiden van games te herkennen klopt welke welke games um, uh, speel jij nu uh, waar je zegt van nou, als je daar een op een tegen mij gaat dan maak je helemaal in <laughs> nou op dit moment uh, ben ik heel erg gefocust op street fighter 6 uh, daar speel ik ook competitief uh, in um, dat is het zieke. Dat is echt zo ziek voor mij. Ja, ik haal mijn handen bij mijn hoofd zo van verbazing. <laughs> het is echt. Het is zo ziek dat, dat, dat jij uh, op een competitief niveau... Uh, als blinde gamer gewoon he, meedoet met, met andere goede gamers. Het is zo bizar voor mij. Snap je waarom dat ja. bizar is voor mij? Uh, ja hoe... en nee ik, bedoel, ik snap dat het bizar is maar voor mij is het gewoon mijn leven weet je dit ja, is dit... dat is insane skill <laughs> dat is echt niet normaal dus ja ik snap in zekere zin wel waarom mensen jouw legend noemen dan uh, maar goed je, je doet competitieve uh, Street Fighter 6 doe ja, je nu ja, ja, ja voor, voorheen was het Street Fighter 5 maar we zijn sinds juni zijn we overgegaan naar Street Fighter 6 met z'n allen. Ja. Um, nou, dat speel ik dus zeg maar uh, competitief. Dus ik doe mee aan toernooien. Afgelopen augustus was ik uh, in Las Vegas uh, bij EVO uh, om daar aan, uh, aan het toernooi mee te doen. Ja, echt ziek, bro. Maar dan speel je het te gewoon tegen mensen die wel kunnen zien. Ja. Ja, het, het, dat is toch live. <laughs> dat is zo live, bro. Dat is echt vet. Ik. Uh ja ik, ik krijg wel eens de vraag van is het voor die andere mensen zeg maar die tegen jou spelen weet je, die die, die kunnen die die kunnen niet winnen ik bedoel wat als ze winnen dan zeggen mensen van ja ja weet je van een blinde pff, weet je? <laughs> ja. en als ze verliezen dan zeggen hoe ze, je kan niet van een blinde winnen ja hè? ja ja ja, ja. En, en eigenlijk vind ik dat wel een beetje gemeen want uh, weet je, ik doe hartstikke mijn best en ik ben zeker geen makkelijke tegenstander mm. dus als je van mij wint gewoon Props voor jou, weet je, credits. Ja, ja. En als je van me verliest, nou ja, ook GG's, weet je, goede game. En, en we gaan weer verder. Ja, ja. Um, maar hoe, okay, hoe doe je dat dan? Oké, okay, je, dus, <coughs> je hebt dus dat geluid van de game. En, en ik kan me voorstellen dat uh, als, je als je op Street Fighter 2 begon, dan 30 jaar geleden, en je zit nu bij Street Fighter 6, elke nieuwe game maken ze weer nieuwe geluiden. Ja. Uh, en veranderen ze weer de hele menu, techniek van de game. Nou, je kan tegenwoordig al in games... En um, correct me if I'm wrong, kan je het menu narraten, toch? Ja. Dus dan kun je al luisteren als je met je muis omhoog gaat, of met je controle omhoog of naar beneden, dan zegt de persoon wat er staat op het menu, toch? Ja. Ja. En dat is hoe jij, denk ik, manoeuvreert door het menu heen. Nou, het vervelende is dat Street Fighter 6 dat niet helemaal goed geïmplementeerd heeft. Oh, niet? Oh, nee, wow. nee, daar is echt nog wel uh, door Capcom. Uh, uh, Um, aan te werken, zeg maar. Ja. Um, maar inderdaad, bij andere spellen um, ja, hebben ze dat wel. En dat is gewoon zo fijn uh, um, ja, dat dat is. Hè. Bijvoorbeeld een ander voorbeeldje. Uh, uh, Forza Motorsports 2023 heeft bijvoorbeeld volledige uh, uh, schermlees functionaliteit uh, in het spel. Wat betekent dat? Nou ja, dat je dus zeg maar, uh, een schermlezer is een, een programma die dus zeg maar het scherm voorleest. Oh. Dus, op, oh, ja, ja. dus op het moment dat jij dat spel start en je activeert die uh, modus in de toegankelijkheidopties van het spel, ja, dan wordt gewoon iedere uh, optie waar jij of met je pijltjes toetst of met je muis op klikt, wordt voorgelezen. Ja. Maar hoe, heb jij dan, hoe ben je uiteindelijk dan in, in Las Vegas helemaal terechtgekomen? Ja, ik snap met vliegtuigen, haha. Maar ik bedoel, hoe ben jij letterlijk zeg maar, richting die competitieve um, gaming scene gekomen? Dat, heb jij online je aangemeld voor een tournament? Of hoe heb je dat, heb je dat toen gedaan? Um, nou, dat gaat eigenlijk een beetje terug uh, naar 2017. Um, toen op een gegeven moment zei mijn vriendin tegen mij van... hé, hey, jij bent zo goed in die games, waarom doe je daar niks mee? En ja. ik had zoiets van, ja... Weet je, het is iets persoonlijks en ik vind gamen leuk, maar ja, ik, ik had toen uh, ja. ook mijn werk en, en andere dingen zeg maar, waar ik mee bezig was. Um, maar op een gegeven moment kocht zij dus een, uh, een Playstation voor me en uh, zei ze van, jij gaat lekker Street Fighter V spelen. <laughs> uh, dat was toen net nieuw ja. en um, nou, dat heb ik toen een paar maanden gedaan. En op een gegeven moment zei ze, zou je niet aan toernooien mee willen doen? En ik zei van ja, weet je, toernooien dat is voor de elite. Daar moet je je voor kwalificeren. Daar moet je ja. ook geld meebrengen. Weet je, ik, ik was heel onbekend in die wereld. Ja. Dus ze zijn op zoek gegaan. En toen bleek dus dat je naar die toernooien. iedereen kan gewoon zich inschrijven. Weet je, zolang je de, de, de reis en, en je verblijf kan betalen, uh, kan je gewoon meedoen. Dus wij zijn met z'n tweeën zijn we naar uh, Madrid gegaan. Dat was in uh, uh, eind maart, begin april uh, 2017. Ja. Um, en. Um, ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dus uh, aanwezig was op het toernooi. En vanaf die dag heb ik dus de naam uh, Blind Warrior Sven gekregen, want mensen gingen me zo noemen. Oh, echt? Ja, ja. Dus dat was een tegenstander die je zo noemde. Nou, ik, ik, ik had me gewoon ingeschreven als Sven op dat toernooi. Ja, wist ik veel dat iedereen daar allemaal met van die user tags uh, rondliep. <laughs> Weet je, uh, Problem X en. Uh, ja. Masson Noep en weet ik veel. En ik had zoiets van: Ik ben gewoon oh Sven. Ja, maar ja. ja. To, toen ik op een gegeven moment met die stok aankwam, uh, weet je, ik loop met een blinde stok natuurlijk. Ja. Toen uh, uh, en mensen eerst dachten ze: 'Van ja, wat kom jij hier doen?' Weet je, ik bedoel, we bent u verkeerd, meneer. Ja. En uh, nou ja, toen heb ik laten zien dat ik dus uh, best goed kan streetfighteren. En toen gingen mensen me op een gegeven moment de Blind Warrior noemen. Uh, ja. Dus ik dacht: van 'Nou, weet je wat, uh, we plakken er gewoon even Sven aan vast.' Dus toen werd het Blind Warriors Sven. En eigenlijk vanaf die tijd ben ik dus mijn competitieve uh, ja, uh, wedstrijden gaan spelen. Dus ik, ik ben in Madrid geweest, in, in Rome, in uh, Parijs, uh, in Engeland ben ik geweest. En uh, afgelopen zomer ben ik dus voor het eerst naar Las Vegas geweest voor uh, een groot toernooi. Ja. En ja, vanaf die tijd. Weet je, en, en, heb je ook Heb je ook prijzen gewonnen al? Uh, nou, geldprijzen niet, uh, helaas. Maar wel uh, sommige toernooien en vooral online toernooien. Uh, zeker tijdens de COVID-periode uh, uh, ja, heb, uh, heb ik gewonnen. Ja, het is vet, man. Ja. Echt vet. Dus <laughs> mensen, maar mensen, maar, uh, want jij livestreamt uh, dus ook. Je zei net dat je hebt een vriendin ja. um, uh, ja, hoe, hoe lang ben je al samen met haar? Uh, sinds 2011, dus twaalf uh, jaar. En heeft zij ook een handicap, net zoals jij? Of is dat... Zij is net zo blind als ik. Oh, oh echt waar? Je ja. bent allebei blind? Ja. Oh, dat is top. Oké, okay, dan hoef je je ook niet zorgen te maken om... Hè, wat heb je aanschat? Nee, of hoe zie ik eruit, ja, wel nee, ja. Waarschijnlijk was ze dan bij me weggegaan als ze <laughs> dat had gezien. <laughs> nou, nee. Nee, nee denk, het niet, denk het niet. Maar goed, dus, um, uh, maar, dus zij doet eigenlijk ook um, uh, alles dan met uh, het menu naspreken qua luisteren en online met braille, of hoe, hoe zit dat? Ja, nee, dat klopt. We hebben dus allebei, voor onze computers hebben we dus dezelfde aanpassingen. Ja. Uh, we gebruiken en of uh, wat je ook hebt zijn uh, braille leesregels. Dus dat zijn apparaten die je aansluit aan je computer. En dan heb je zeg maar een soort van balkje van links naar rechts, fysiek, uh, waar dan braillepunten uit omhoog komen, die dan de woorden of de, uh, ja, de letters vormen. Hè. Dus als iemand mij een oh, e-mail stuurt, sick. dan kan ik dat op die manier... Kan ik dat uh, in Outlook of mail, of wat voor programma je ook gebruikt, kan ik dat dan lezen. Ja, ja, ja. Um, maar als het om gamen gaat, ja, zij heeft eigenlijk precies dezelfde uh, handicap als ik. En het leuke is um, dat we ook samen gewoon ook games ontdekken. Um, ik wou net zeggen, want zij moedigde jou aan om Street Fighter te doen. Ja. Dus heeft zij ook een soort van kennis daarvan? Ja, wat zeg maar haar verhaal, als ik dat even kort mag samenvatten, Ziele. zij, zij, zij uh, wilde ook heel graag gamen altijd vroeger. Uh, ze komt uit Zweden trouwens, dus uh, zij, uh, zij is van origine is zij zweeds Oh, je hebt ook nog een buitenlander Ja, Ja, ja. ja. <laughs> Ik denk, woonden ze uh... daar ook of kwam jij hier tegen in Nederland? Toch? Nee, zij woonde daar ook en uh, we kwamen elkaar tegen in Zweden. Oh. Um, en ja, op een gegeven moment uh, kregen we een relatie en toen uh, is ze in 2013 is ze... Uh, uh, Officieel bij mij komen wonen. Ja, is dat dan, en dan bedoel ik niet lullig, hè? maar is dat liefde op het eerste gevoel, liefde op het eerste gehoor? Wat, hoe, wat, hoe, wat was dat bij jou? Nou, bij mij was het wel liefde op het eerste gehoor, kan je wel zeggen. Ja, uh, ja. Uh, maar bij haar niet bepaald. Oké, okay, ook oh, niet. Oh, uh, je had daar moeten veroveren. Ik, uh, ik heb echt, uh, nou, mijn best moeten doen, uh, <laughs> zeg maar. Weet je, en op een gegeven moment had ik gewoon, ja, weet je, op een gegeven moment gingen we wel gewoon. Uh, dat je merkt van dat er toch wel interesse is, maar dat ze toch een beetje huiverig is. Ja. Uh, ze had net ook een, een vervelende relatie achter de rug. En, uh, dus eigenlijk wilde ze wel, maar ze, ze, ja, ze wilde ook weer niet, zeg maar. Uh -huh. dus Misschien ik... wat te snel. Ja, precies. Ja. Dus, uh, <laughs> nou, zij, zij houdt heel erg van Wit in Tentation. Ja. Uh, dus wat had ik gedaan? Uh, Wit in Tentation die had in maart uh, 2012 uit mijn hoofd hadden ze een. Uh, optreden in Rotterdam in het uh, Ahoy uh, in niet in Ahoy maar in het Luxor Theater. Yeah. En dus ik had, ik had kaartjes gekocht, twee. Dus ik had tegen haar gezegd van, weet je, hier heb je twee kaartjes. Um, ik hoop dat je iemand kan vinden die graag met jou naar Nederland wil om uh, dat concert te bezoeken. En ondertussen dacht ik van, ik hoop dat ik die persoon ben. Oh nee. Dus ik had er gewoon een soort van voor het blok gezet. En dat was ook absoluut... Ze zegt, ik vond het heel lief, maar ik was eigenlijk ook wel een beetje boos op je uh, toen. Ja, snap ik. Ja. Maar is het toen uiteindelijk om met jou gegaan dan? Ja, we zijn samen gegaan ja. uh, toen. En maar ik, zou, ik kan me voorstellen, als ze niet overtuigd is, dat je dan gewoon zegt van: hé, hey, oké, okay, luister, um, voel even mijn bicep. Hey, hey, uh, voel ja. even mijn bicep. Kijk eens even naar wie ik ben. Weet je wel? <laughs> ja. Wat ik bedoel, ja, behalve met woorden, ja, is, is alles voelen voor jullie, toch? Dat, dat is heel intens, toch? Ja, nou, ik moet zeggen dat voor mijzelf, is, is als het om, om dat soort dingen gaat, is, is geluid heel belangrijk. We komen weer terug op geluid. Mm -hmm. Ik. ik uh, ja, voor mij is een stem heel belangrijk. Uh, dus als ik iemand voor het eerst hoor, dan maak ik daar ook zeg maar gelijk een, een beeld van ah, uh, ja, van mezelf. Ja. En als die stem prettig is, um, ja, dan, dan ben ik eerder geneigd Tenminste, ja, dat klinkt een beetje vervelend, denk ik, uh, voor mensen die misschien niet zo leuk, want dat kunnen ook hele aardige, lieve mensen zijn. Ja, ik maar okay, ik ben, ja, weet ja. je, als ik een hele mooie stem of een hele lelijke stem heb, dan neig ik toch naar die mooie stem eerst. Ja. Uh, en, en dat is nou, niet zo gek, denk ik. Ik bedoel, dat mensen hebben dat ook die, die gewoon, zoals ik bedoel, als iemand een hele, heel slecht gebit heeft ja. en heel erg uit de mond stinkt, uh, of allebei zelfs, ja, dat is toch wat hè, minder, prettig minder aantrekkelijk. Om, uh, ja. ja, aantrekkelijk, hoewel minder prettig om bij naasten te of tegenaan te praten. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja dus je, en, en um, ik heb dan wel, als ik zeg maar ook vroeger bijvoorbeeld, als ik dan verliefd was op een meisje, dan. Uh, omdat ze dan een mooie stem had of een aantrekkelijke stem had. Dan daar ging, ik wel even zo even bij vrienden, zo een beetje vissen. Van joh, die en die, wat voor cijfers zou jij ja, geven? Ja, Weet je? Ja, en als ja, ik ja. dan genoeg zevens of achten had, dan <laughs> zat het wel goed, zeg maar. Uh, ik zou je echt gaan fokken, bro. <laughs> ik zou <laughs> echt zeggen: nee, een drie man, dan zou ik er zelf voor gaan. <laughs> en, ja, precies. Nou. <laughs> nee, nee, nee. Um, maar dus, dus um, dat vind ik ook wel interessant. Dus je maakt een beetje een voorstelling van. Um, van, uh, nee, maakt niet uit. Een uh, uh, voorstelling van hoe iemand eruit ziet. Um, ja. Weet jij hoe ik eruit zie? Of heb jij jezelf, heb jij een voorstelling daarvan? Of heb je dat gevraagd? Of heb jij... Ik heb het helemaal niet gevraagd. Ik heb je ook nooit gezien. Uh, zeg maar, in, Met mijn ogen natuurlijk. Nee, wat dat vond ik. Sorry dat ik je onderbreek hoor. Ja. Voordat ik het antwoord uh, hoor van jou. Dat vond ik het interessante. Want ik nodigde jou uit via, mm -hmm. uh, via mijn management. En ja. uh, dus jij hoorde nog jij hoorde, las. Uh, Zeg het maar, eh, iemand van mijn management die zei van ja, Milan Knol, en dan denk je niet wie de fuck is Milan Knolgast gast, of, of wat ga je dan doen? Uh, nou, ik heb wel even <laughs> weet je, dat, dat is even een beetje van mijn kant. Ik ben een heel weet je, ik, ik weet inmiddels dat jij bekend bent van, uh, van YouTube, als ik het goed uh, uh, ja, heb. ja, uh, maar ik ben een hele slechte YouTube-kijker. Weet je, je moet aan mij echt niet vragen, joh, noem drie <laughs> bekende YouTubers, want dan. Uh, ja, nou, ik weet dat gewoon, weet je, ik stream zelf, ja. maar ik ben een hele slechte uh, stream- of, of uh, content-creator-kijker, uh, zeg maar. Ja, nee, ik, ik heb het zelf, hoor. Ik ja. kijk alleen maar Amerikaanse dingen. Ik kijk okay. niks in Nederland ook. Mm -hmm. Ik ken ze omdat ze dan tegenkom, maar dat was ja. het ook. Dus voel je niet, uh, nee, voel okay. je niet schuldig. Dus, 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 dus jij kan het ook niet zien, dus dat is ook nog hè, een goede reden. Ja, weet je, heel, heel vaak heb je natuurlijk content-creators die filmpjes maken wat gewoon heel leuk is om te zien. Uh, maar qua ja, geluid of, weet je... Dan, dan mis je toch de helft van de beleving, denk ik. Uh, dan waar die video voor bedoeld is. Ja, denk het wel. Ja, ja. Ja, ja. Maar, maar in ieder geval, dus ik kreeg dat, dat verzoek. En er ging wel ergens een, een belletje rinkelen van. Hey, ik heb wel eens uh, de naam Knol bijvoorbeeld in nieuwsberichten zien staan. Ja. Dus ik ging informeren bij, uh, bij mensen om me heen. Die wel zeg maar een beetje. Uh, ja, in de, in de YouTube-kijkbusiness uh, 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 zitten. Ja. Nou ja, uh, somm <laughs> somm ja, sommigen die zeiden, ja, ja, nee, dat is... Uh uh, 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 dat is diegene die heel erg bekend is met Minecraft en zo en uh, ik dacht nou ja. dus ik ging ik ging zoeken nou volgens mij is dat je broer als ik me goed uh, herinner ja we hebben allebei, of, of allebei. allebei. Minecraft gedaan ja precies ja, ja, ja. 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 maar je kan me niet beledigen, hè die mag alles zeggen nee nou je, ja maar ik zeg gewoon hoe het, hoe ja, het goed, is. ja heel goed heel goed dus um, nou ja toen, uh, toen heb ik op een gegeven moment uh, gezegd van weet je dit gaan we gewoon doen um, dus ik heb uh, teruggeschreven naar je manager en gezegd van joh, uh, laten we een afspraak inplannen. En ja, nu zit ik hier. Ja, nee, hartstikke leuk man. Dus, ja, maar dan terugkomen we tot de vraag, uh, dus je weet niet hoe ik uitzie, maar je hoort wel mijn stem. Ja, ik heb ook een beeld van je gemaakt inmiddels. Maar... Ja, daarom, ik ben benieuwd. Vertel. Ja, ik zeg altijd normaal gesproken van het is heel moeilijk om te beschrijven. Ja. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld jou, en misschien zeker 100% naast, maar ik heb bijvoorbeeld jou met dat je donker haar hebt. Oké, okay, nou, ik ben lichtblond. Lichtblond, nou ja. daar ga ik wel de mis mee. In. <laughs> maar waarschijnlijk heb ik dat dus gebaseerd op, op hoe, hoe je klinkt, zeg maar. Ja. Uh, weet je, je hebt niet een hele hoge uh, stem, ook niet een hele zware, diepe stem, zeg maar. Nee, dus nog niet, nee, nee dus, dus ja, op basis van hoe je klinkt, uh, maak ik dan, zeg maar, een beeld van je. Cool. Uh, om even terug te komen, bijvoorbeeld ook op mijn vriendin. Ik heb haar blond. Nou ze is alles behalve, weet je, maar ik krijg dat plaatje <laughs> gewoon niet gecorrigeerd in mijn hoofd. Dus ik heb thuis gewoon een blonde Zweedse schoonheid zitten, ja. terwijl ze eigenlijk gewoon uh, heel donker haar heeft, ja. zeg maar. Dus ja, dat ja, is heel ja. stom. Geniaal, ja. ja. Maar en, en het voelen helpt natuurlijk wel, hè? Ik bedoel, toch? Bij, dus je hebt haar, uh, haar gezicht als je haar voelt, maak je een betere schets. Voor jezelf? Ja, ik kan inmiddels wel zeggen dat ik aardig weet hoe ze eruit ziet uh, qua, uh, qua gevoel. gaan maar maar... aan, en je moeder is erbij. Ja, nee, ik weet het <laughs> af. Ja, Je moet even een shout doen naar je moeder, want die heeft jou vandaag ook hierheen gebracht. Want uiteraard, hey, jij kan zelf niet, uh, niet rijden. Ja. Uh, hoe, uh, hoe heet je moeder? Sylvia. Sylvia, ja. Sylvia dankjewel uh, daarvoor. Superleuk. Helpt jouw moeder jou vaker? Is ik, het... ik heb echt een schat van een moeder. Dat, uh, uh, ik ben daar echt heel erg dankbaar voor. Uh, niet alleen voor wat ze nu voor me doet, weet uh, je halen brengen. Um, ze staat altijd voor mij/slash ons klaar, mm -hmm. uh, maar ook, ja, weet je, ik had net een heel verhaal van hoe mijn jeugd eruit was. Ja. Zij, zij heeft dat natuurlijk ook meegemaakt en altijd voor mij uh, klaar gestaan, ondanks dat ik ook nog een broertje en een zusje of een zus had. Um, ze heeft eigenlijk de eigen um, ja dingen die ze graag waarschijnlijk in die periode van haar leven wilde doen heeft ze ook opzij moeten zetten... omdat ik gewoon dag in dag uit naar het ziekenhuis moest. Ja, dus ja. nee, ik, uh, ja, ik, ik zou me geen betere moeder kunnen wensen. Ja, dat is lief, heel lief, heel lief. Um, je, je zegt broertje en zus. Um, ja. Die kunnen wel gewoon zien, hebben wel alles. Ja. Zeg maar nog geen handicapdingen. Nee. En die helpen jou ook? Of hoe zit dat? Hoe is die relatie? Ja, uh, een goede relatie. Um, maar we zien elkaar eigenlijk alleen maar op... Uh, Feesten en partijen, zullen we maar zeggen. Okay, of, ja. of als er echt iets aan de hand is van, hé, hey, uh, kan je me ergens mee helpen, uh, dan, dan kunnen we elkaar, uh, uh, ja, dan, dan staan we er voor elkaar. Ja. Maar het is niet dat we de deur plat lopen zeg maar, bij elkaar. Ja, nee, oké. Okay. Ik vind het grappig. Jij zegt, we zien elkaar alleen maar op feesten en partijen. Dat, hm? Het is grappig dat, dat, dat jij um, als blind persoon dat zegt, zeg maar. Maar dat is dan denk ik meer de taal die je dan gewoon overneemt. Ja. Of die je leest en dan het, hè, dat op die manier ook gewoon. Gebruikt. Ja, maar ik heb dat altijd al gedaan. Weet je, ik kijk ook gewoon tv. Weet je, ik vind het heel als je heel erg moeilijk gaat lopen doen met woorden: van ik luister tv, of ik, uh, ja, ik, ik heb naar ja. voetbal geluisterd. Weet je, dan ja. natuurlijk, dan, 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 ja. als je het op de radio doet, prima, maar dan maak je het ook voor jezelf zo apart. Ja. ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, weet je, ik dat snap is net, wat je bedoelt. Net als in, uh, in de boeken van Harry Potter bijvoorbeeld, dat ze zeggen van ja, je weet wel hij die niet genoemd mag worden. Weet je, dan denk je ook van ja, noem het gewoon, dan is het niet zo erg. Ja, <laughs> ja. ja, ja. ja ik voel je wel. Ja, ja, ik voel je wel. Ja, plus, ik bedoel, jij hebt één ding wat uh, je hebt één ding niet, wat de rest wel heeft, punt. Ik bedoel, verder ben je gewoon hè, net als ieder ander, zeg maar. Ja. Um, ik, heb, ik heb wel eens op um, uh, TikTok heb ik van die video's gezien dat er zo'n uh, uh, blind persoon is. Die loopt ook met zo'n uh, blinde geleiderstok, zo heet dat hè. Ja. Um, die liep die rond op het station. En die liet dan te zwaaien met dat ding. En uh, die was, uh, volgens mij is hij niet 100% blind. Want mm -hmm. ik weet niet hoe hij anders, hè, die camera zo krijgt en dat soort dingen. Maar goed. Uh, en die heeft dan een camera op zijn voorhoofd ja. uh, als een soort POV. Mm -hmm. um, ja. Ik kan wel, ik kan wel vertellen dat het zo is, maar weet jij wat ik bedoel met een POV? A point of view, dus dat je het vanuit je eigen oogpunt uh, filmt, zeg maar. Ja, ja, klopt. Oh. Ja, dus, dus, hij, dus hij, je ziet wat hij ziet. Ja. En hij loopt dan met die stok, loopt hij zo over dat station heen, en dan merk je dat heel veel mensen, maar echt. Heel veel mensen gewoon met hun voeten dan op die uh, ribbels gaan staan. Ja. Die hij dan gebruikt om te, te, he, te manoeuvreren. Pracht, ja. um, en dan gaat hij schreeuwen tegen die mensen van. Oh, excuse me, pardon me. <laughs> beetje, en dan gaat hij en dan probeert hij zeg maar een beetje wijs te maken van. Yo, hey, hallo. En dat gooit hij dan online mm -hmm. om mensen bewust te maken van. yo, um, Ga van die ribbels af, want wij hebben die nodig. Ja. Heb jij zo'n soort aanvaring of iets een keer. Meegemaakt of gehad? Want ga je alleen op reis? Uh, om dat soort dingen? Ja, ik ga regelmatig alleen, uh, alleen op reis. Um, en mijn ervaring is inderdaad ook dat er heel vaak uh, mensen, zeg maar, ja, hun uh, koffer op zo'n lijn zetten. Of ja, dat uh, ook, op gaan ja, staan. Ja. Of, weet je, wat ze ook doen is als je dan daar aankomt en dan zijn ze aan het praten en dan kom je in de buurt en dan zijn ze ineens stil. En dan denk je van. Nee, blijf juist vooral praten, want dan hoor ik waar je bent. <laughs> weet je, dan niet ineens oh, stil ja, zijn van, oh, er komt een blind aan, shhh, weet je, nee. Ja. <laughs> je hebt gelijk, oh, dat heb ik nooit ja. over nagedacht. Nee, blijf vooral gewoon praten, want dan hoor ik, weet je, desnoods kan ik dan om je heen lopen als je op die, op die lijn blijft staan. Ja. Maar, dan, uh, maar wat ik wel een keer meegemaakt heb, en dat is eigenlijk best wel heel uniek. Uh, ik ja. zal even de scenario schetsen. Uh, Den Haag Centraal. Um, ik kom uh, ik kom zelf uit Den Haag, dus ik, uh, ik was heel laat op Den Haag Centraal. Ik denk echt om een uur of twaalf, s'nachts of zo. Ja. dus ik stap uit die trein en ik loop richting de uitgang. En Den Haag Centraal was toen en misschien nu ook nog was echt zo'n plek waar rond die tijd ja, zeg maar groeperingen. Hingen. Schoffies. Ja, uh, Schoffies, ja, precies. Ik ken, ik heb in Den Haag gewoond, dus oh, ik snap okay. wat je, je, je weet een beetje wat voor types daar <laughs> dan uh... gezellige types. Ja, ja. en, en die, die stonden daar zeg maar echt met zo'n groep, zo midden op die lijn. En ik kom aanlopen en op een gegeven moment hoor ik zo. Hé, ik Hé, Ga van die lijn aan, man. Kom de blind aan. Kom de blind aan. Kom, kom. En, en ze gingen zo echt met z'n allen zo... alsof ik uh, door een soort van erehaag uh, er tussendoor... en ik durf te wedden van... als ik gewoon... Stel dat jij daar had gelopen ja. uh, als, uh, als persoon. Nou, ik, ik denk dat ze echt niet voor je opzij waren gegaan. <laughs> ik, ik, ik denk dat je nog niet eens om ze heen had mogen lopen zonder uh, ja, ja, gezeur, ja, zeg maar. Ja, dan. dat is die naroep of iets van je willen. Of, ja, precies, ja, ja. dus ja. ik had Elsie's van... Oh, nou ja, dat... Uh, dat, dat vond ik wel chic zeg maar ja wat cool ja, ja. ja dus, maar dat is mooi ik denk dat dat ook een um, uh, dat het sowieso in Nederland is dat denk ik makkelijker dan als je kijkt naar buitenlandse dingen maar dat het sowieso um, veel rekening ook al zeg je van er wordt weinig rekening mee gehouden maar ik denk dat er best wel veel rekening wordt gehouden met, um, met mensen met een handicap überhaupt ongeacht welke handicap hier in Nederland ik bedoel in, in Nederland is het denk ik een van de weinige landen waar je echt letterlijk kan zijn wie je wilt zijn zonder ja. dat er Hè, rare blikken op je worden uh, gelegd. Ja, nou dat, dat ervaar ik ook. En ik denk ook dat het ook wel heel erg verschillend is. Kijk, ik heb een handicap. Zo, weet je, als ik zo tegenover jou zit, uh, waarschijnlijk, je weet het nu, en uh, misschien als je goed op me, op me let dat ik niet helemaal jou aankijk, zeg maar, als we aan het praten zijn, mm -hmm. uh, dat je het merkt. Maar zeg maar, als ik bij de huisarts in de wachtkamer zit en ik heb mijn stok verstopt. Dan hebben mensen het niet 1, 2, 3 gelijk door dat ik blind ben. Ja. Um, weet je, zit je in een rolstoel, dan is het ook. Weet je, dan zie je het. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een handicap hebben. En vaak zijn dat mentale handicaps of, uh, uh, of, of lichamelijk. Die je dan niet zo snel ziet. En dan is mijn ervaring wel dat mensen dan niet. Dan kunnen ze dat niet handen. Want dan denken ze van ja, maar je ziet er toch normaal uit. Je, je bent toch normaal. Die, ja. Je hebt toch niks. Ja. En, en dat is wel, denk ik, waar heel veel mensen die daarmee. Uh, worstelen nog op dit moment. Ik denk dat dat nog wel een verbeterpunt is. Dat we ja. dat als maatschappij, zeg maar, um, ja, leren ja. accepteren. Ben ik mee eens, ben ik mee eens. Maar ja. ik denk dat Nederland inderdaad, ja, weet je, ik zeg altijd maar, weet je dan, ook op mijn stream, dan zeggen mensen van joh, weet je, erg dat je blind bent. En dan zeggen ja, weet je, het is niet leuk. Maar ik zou toch voor geen goud willen ruilen met mensen in Afrika die vier uur moeten lopen voor een glaasje water, zeg maar. Ja, ja. ja tenzij ze gelukkig wel dat Mr. Bees langskomt, maar dat weet je denk ik ook niet. Of wel? En met die waterputten ja, toch? Oh, ja, 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 dat, ja, nou, oh, dus dat... kijk ik wel een beetje. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik ben door de mand gevallen. <laughs> ja. nou, dus ik kijk alleen Amerikaans, zeg ik dan. Hè, ja, 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 niet Nederlands. Heel goed, heel goed. dat doe ik ook. Ja, heel goed. Nee, ja, Mr., ja, Mr. Bees is natuurlijk de uh, epische YouTuber die. Um, dat is dat 2000 waterputten of zo heeft aangelegd in Nigeria, geloof ik. Zoiets, ja. Overal in Afrika. En dan zijn er nog mensen die zeggen, ja, dat doet hij alleen voor zichzelf. Ik denk, nou ja, hij doet het tenminste. Weet je, of hij het nou voor zichzelf doet of niet. Water ja. is water, toch? Ja, uh, inderdaad. Ja, ik bedoel, daar ben ik niet zo moeilijk in dan. Nee, klopt. Nee, nee ik, ik heb ook alleen maar respect en lof voor, voor, die, voor die gozer. Ja. Um, wat, is jouw, wat is jouw doel, zeg maar? Of heb jij. Heb jij um, Eigenlijk heb ik nog twee belangrijke vragen voor mezelf die ik interessant vind. Mm -hmm. um, en dat is één: wat is jouw doel waar je heen wilt? En wat is jouw baan nu? Of wat zou je willen doen? Maar laten we beginnen met wat is jouw doel? Want jij livestream dan, uh, denk ik, om gewoon hè, te oefenen met de game. En daarbij eigenlijk gewoon misschien een zakcentje erbij te verdienen, denk ik? Of is er een andere reden? Nou, ik, ik ben begonnen met streamen omdat mensen daarom volgen. Um, en welke mensen? Die ook streetfighter doen? Of? Ja, dat waren dus de mensen die ik dus via die toernooien. Uh, weet je, ik, ik had wel social media, ik had Twitter en ik had uh, Facebook. En, weet je, dat was toen uh, uh, heel hot. Um, ja. Dus dat had ik toen. En toen ik zeg maar dat eerste toernooi speelde in Madrid, toen kreeg ik dus. Heel veel volgers in één keer, weet je. De, ik ging van 100 volgers ineens naar 1500 of zo op, op Twitter. Ja. Um, in, een, in, in een dag. Dus dat, dat was voor mij toen, was dat even zo van... Mm. Ja, ja, dat snap ik, ja. En heel veel mensen gingen toen op een gegeven moment van... Ja, stream je ook op Twitch? Nou, ik had nog nooit van mijn leven van Twitch gehoord. Ja. Um, hè, daar kom ik weer van, uh, geen streamkijker. Ja, 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 Dus ik ging ja. dat uitzoeken. Ik dacht, nou ja, weet je, laten we, laten we dat eens doen. Dus ik ben begonnen op YouTube. Uh, maar dat heb ik op een gegeven moment... Uh, overgeschakeld naar Twitch omdat dat toen meer uh, gericht was op, op gamers. Um, dus ik ben op, op Twitch uh, gaan streamen en ja, ik, ik heb gewoon een hele leuke community nu op, op, op Twitch. En toevallig had ik het daar gisteren of uh, vrijdag was dat, had ik het daarover uh, tijdens het streamen dat ik het zei van weet je, ik vind het zo geweldig dat um, de mensen die komen kijken op mijn stream... Um, dat die zeg maar, onbewust ook gewoon meehelpen om het leuk te houden hier. Weet je, je hebt wel eens van die streams. dat je van die toxic uh, bezoekers krijgt. die <laughs> ja. alleen maar lopen te schelden. En, ja. Ja. en, en op mijn, mijn streams. Uh, als er ooit iemand daar komt, zeg maar. dan wordt hij door de andere kijkers wordt gewoon. Uh, Weggesjoemeld. Ja, of, of gewoon terecht uh, gewezen van hé. Hey, uh, Doe eens normaal. Of uh, hij is niet aan het faken. Hij is echt blind. Of. Uh, oh, weet je oh, ik... Mensen denken dat je faken. Ja, joh. Ja. Weet je. Dan zit je daar met een, met een, met een blinddoek. Zit je, zit je om. Ja. Die ik overigens om ben gaan doen. omdat mensen zeiden van ja, hij is niet blind. Oh my. god. Dus ik zit nou achter de camera oh, met een blinddoek oh, om. Oh, en laatst kwam oh, er dus één. en die zegt van. Hij heeft een LCD-schermpje in de binnenkant van zijn blinddoek. Ah. Dus, dus ik zeg tegen die Goza: Weet je, je ziet die muur hè, achter me. Ik zeg, die is helemaal wit hè. Hij, ja. Zeg, ja. hij zegt ja. Nou, hij zegt, ik ga die blinddoek afdoen. Ik zeg, want dan heb ik ook dat LCD-schermpje niet. Ja. Ik zeg, ik ga die wedstrijd in. Ik zeg, en ik ga met mijn rug zo. daarnaartoe. Ja, na, na, ja. Naar, naar, naar die muur zitten. Zeg ja, maar. Ja. En ik speel die wedstrijd en ik win. En hij zegt, toch is het fake. Oh, maar ah, dat is gewoon iemand die aandacht wil. Weet je, ja, dus ja. had ik zoiets van, nou, dan ben ik er wel klaar mee. Ja. Maar om terug te komen op die community. weet je, het is gewoon zo leuk. Dus ik stream in eerste instantie omdat ik het geweldig vind... dat mensen het blijkbaar leuk vinden om mij te zien gamen. Ja. Uh, en dat ze het inspirerend vinden. Ik, ik krijg heel vaak berichten van mensen die zeggen... joh, ik, 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 zat er, ik zag het niet meer zitten of ik, ik voelde mezelf uh, nutteloos. En dan hoor ik jouw verhaal en ik zie jou gamen. En dat gaf mij weer... Energie of de moed om mijn leven ook weer op te pakken, weet je dat klinkt ja. heel dramatisch, maar ja, dat is ik, gewoon... ik snap je. Ik, 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 ik snap je, ik heb inderdaad zelf dat soort berichten ook gekregen. Maar zijn er blinde mensen die, dat, uh, die jou ja, kijken of luisteren? En ja, ja, die worden er ook steeds meer en die merken ook van hé, hey, als hij dat kan, ja, je waar, weet je, dan willen wij dat ook gaan proberen. En ja. weet je, of dat dan dezelfde level gaat worden? Weet je, je moet natuurlijk ook wel een soort van talent hebben om goed te worden in een bepaald spel, hm. maar als zou je gewoon voor recreatief iets kunnen toevoegen aan je leven, weet je, iets wat je leuk vindt, wat je met vrienden kan doen. Nou ja, als ik dat op die manier aan hun heb kunnen overbrengen, dan is dat toch schitterend. Dan, ja. Uh, en ja, weet je wat je zei van een leuk zakcentje? Nou ja, ik word niet rijk van, uh, van streamen uh, op dit moment. Uh, ik weet niet of dat in de toekomst uh, Gaat gebeuren. Weet je, maar dat is dat is voor mij nu bijzaak. Ja. Ik, ik ben niet vies van geld. Laten we geen, uh, <laughs> geen doekjes erom vinden. Maar ja, maar dan kun je. Je kan mooie reizen dan weer maken voor je ja. competitieve. Hè? Precies, weet je. Ja. En, en, en ik probeer ook gewoon wat er binnenkomt, zeg maar, ook terug te geven aan de community. Uh, maar dat zou ik niet doen. Nee, hey, dat, nou ja. dat zou ik nooit doen. Dat, dat zou je ik nooit, nooit doen. doen. Oké. Okay. Alles in heb de zak. Ook, jij hebt ook al wat grotere community inmiddels <laughs> opgebouwd. Ja, de nee, 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 het is een gegeven. Uh, hoe doe je dat? Hoe geef je dat? Geef je games of zo? Geef je dat terug? Of, uh... Nou, we hebben nu bijvoorbeeld heb ik een, uh, een giveaway lopen. Um, uh, dat zodra ik 600 subscribers heb op mijn Twitch-kanaal. Uh, en een subscriber daar is ietsje anders dan op YouTube. Ja, ja. Um, mensen betalen dus ook voor een subscription. Maar zodra ik er 600 in totaal heb. Uh, vanaf het moment dat die giveaway start, dan geef ik een, uh, een mini PC, geef ik uh, uh, weg aan de, aan de community. Een mini PC, wat is dat dan? Ken je die dingen niet? Dat zijn hele kleine nee. computertjes. Zo'n uh, Rock Alley en, en. Nee, dat zijn handhelds, oh. maar je moet bijvoorbeeld een Intel NUC bijvoorbeeld uh, is, een, is een mini PC. Dat zijn computers die zijn zo groot als twee Lucifer, do of, uh, sorry twee uh, pakjes sigaretten naast elkaar. Ja. En daar zit gewoon vo volledige uh, desktop hardware kan in zitten. Dus je kan daarmee huh. gamen, je kan daarmee uh, Um, desktop, uh, je, kan, je kan hem als HTPC gebruiken. Ja. Oh, ja, dat wist ik helemaal ja. niet. Ik heb er dus zelf eentje thuis staan nu met uh, de laatste AMD-processor uh, uh, erin zitten... waar je gewoon uh, op, op ja, 1080p uh, kan gamen, zeg maar. Bizar, ja. oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, dan moet ik even nou ja, checken Ja, dat dan. Is, is wel dat leuk. Is ik uh, door, ze besparen echt enorm ruimte op je bureau, uh, kan ik vertellen. Ja, ja, bizar. Is, want, en, en nu uh, wil ik even rustig het bruggetje maken naar... Als we het hebben over betalen, heb jij een baan uh, of is 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 jou uh, of krijg je iets van de overheid om te steunen of hoe werkt dat precies als 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 blinde? Nou, Ik heb altijd heb ik in de ICT gewerkt, ja. um, maar door omstandigheden um, ben ik op een gegeven moment ben ik ben ik afgekeurd. Uh -huh. um, dus ik heb op dit moment heb ik geen uh, geen baan. Um, dus ja, weet je, het, uh, het, het streamen doe ik er gewoon zeg maar, nu voor mijn hobby, doe ik erbij. Ja. En um, ja, weet je, het, het mooie daarvan ook is, weet je, op die dagen dat ik, zeg maar, me niet goed voel om te streamen. Weet je, ik heb natuurlijk uh, mijn kankerverleden, um, waar ik gewoon nu nog steeds uh, last van heb in de zin van dat ik last heb van chronische vermoeidheid. Uh, ja. Dus ik kan, um, ja, zeg maar, best wel moe zijn redelijk snel. Uh, ik heb in 2019... Um, heb ik een uh, hartinfarct gekregen. Oh jee, ook nog. Ja, okay. dus, oh, dus, uh, dus nog niet het einde. Hè? Nee, dus ik, ik heb nog steeds uh, geloof ik lot in de loterij. Uh, je bent letterlijk dat... een warrior. Bro. <laughs> je bent letterlijk een warrior. Precies, weet je, dus ik, ja, op een gegeven moment werken kon, kon niet meer, uh, ja. zeg maar fulltime. Uh, dus ik ben nu, ja, um, hoe heet dat, uh, werkloos. Maar ik probeer dus zeg maar met het streamen probeer ik toch uh, mijn dagelijkse leven. Uh, wat in te vullen en ook iets terug ja. te doen voor de maatschappij van. Weet je, je entertaint mensen. Weet je, mensen vinden het leuk om te kijken. Uh, dus ja, dan maak je daar een win-win van. Ja, want ik zag jou. Uh, ik weet nog wel waar ik jouw allereerste filmpje zag, namelijk. Mm -hmm. En uh, dat is echt lang geleden hoor. Um, ik denk dat dat... Uh, is dat een half jaar of een jaar geleden, denk ik? Zag ik jou op livestream Vils? Ik weet niet of je dat kent. Dat is een, een Reddit... Um, Reddit ken je wel, denk ik, hè? Ja, dat ken ik. Ja, uh, en daar dat, ze hebben ze natuurlijk allemaal... Uh, vooral Amerika gebruikt dat. Hebben ze allemaal... Uh, gebruikers en die posten allemaal uh, grappige filmpjes... voor mm -hmm. ieder onderwerp, alles wat er bestaat. Okay. En uh, nu hadden ze ook eentje dat heet Livestream Fails. En Livestream Fails ging dan voornamelijk over Twitch-clips... Mm -hmm. um, die zij daar online zetten van opmerkelijke dingen. Of mm -hmm. dingen die falen, of dingen die grappig zijn... of van alles en nog wat. En ik zag ineens... Um, uh, blind Guy wins, bla. of zoiets stond er. En dat had, ik weet niet hoeveel upvotes, dus of, <laughs> of een uh, kudo's, hoe ze het hier kennen, of duimpjes omhoog, ja. of hoe je het ook wil noemen. En uh, toen dacht ik van uh, toen klikte ik daarop en toen dacht ik, wacht even, die guy praat Nederlands. Wat? Waarom ken ik hem niet? <laughs> en toen ben ik wat meer gaan uh, kijken van jou en uh, wat meer gaan zoeken online. Ja. Um, maar wist jij dat jij een soort van viral ging op zo'n post? Krijg je dat mee? Nee, niet, niet. Weet je, ik, ik krijg soms wel eens. Uh, weet je, ik heb zelf ook social media, maar ja, misschien weet je dat van jezelf ook wel, weet je, om dat dagelijks bij te houden, dat, dan heb je gewoon een dagtaak aan, zeg maar. Ja, dan neem je mensen in dienst? Ja, ja, ja <laughs> uh, Dan neem je toch mensen in dienst? Man? Nee, <laughs> ja, nee. Nee, nee je, maar je hebt gelijk, ja, ja, dat klopt. Weet ja. je, dus, dus ik, ik heb inmiddels wel iemand die dat voor mij uh, uh, meehelpt te doen. Uh, ja. Maar, ja, dat is ook een jongen die uh, dat op vrijwillige basis doet. En, um, maar um, nee, ik had niet beseft... Dat, weet je, ik had wel... Uh, waarschijnlijk die clip die je gezien hebt, dat is die wedstrijd die ik op Evo speelde, denk ik. Denk ik denk het wel, want dat was Las Vegas. Ja, je, ja, dat he? was ja. dus afgelopen augustus. Ja. Um, goed kunnen. En... en um, ja, weet je, ik kan me voor. In ieder geval op YouTube uh, had dat filmpje zo in. in ik geloof in, in één dag al bijna 100.000 kijkers. Ja. Uh, nou weet ik niet of dat veel is of niet, maar voor mij is het heel veel. Natuurlijk dus, tu is dat ja. gast. Ik bedoel, je hebt. En je speelt een niche, Street Fighter 6. Ik bedoel, ja. er zijn niet heel veel mensen uh, die dat spelen. Het is wereldwijd al bekend. Ja, maar het is dus... geen Fortnite of. Uh, Juist. Ja, precies. Ja. Juist. Dus, uh, en dat. En je, bent, hè, je hebt een unieke uh, gave. Uh, dus, like, ja. Uh, dat is ja, dat vind ik veel honderdduizend. Ja. Maar ik, volgens mij had dat, die, dat clipje had ook veel, uh, veel views hoor. Ja, um, die ik toen zag. En toen dacht ik: van oké, okay, en eigenlijk ben ik jou um, toen niet gaan volgen, maar toen kwam ik je later weer tegen met een blinddoek om wat jij net vertelde. Mm -hmm. dus toen dacht ik: hé, hey, dat volgens mij heb ik dat stukje ook gezien. Ja, en toen um, dacht ik: van oké, okay, deze moet ik hebben. Dus toen kwam je mm -hmm. op de lijst van de podcast van: oké, okay, ik ben hier wel echt heel erg benieuwd naar hoe dit nou precies gaat. Nou, leuk um, dat je me uitgenodigd hebt. Uh, ja, nee, ja. vet dat je er bent, man. Echt heel vet. Um, ik, ik vind het echt onwijs cool. Jij streamt iedere dag of stream jij op bepaalde tijden, dagen, schema? Nou, ik probeer, uh, wat, hè, daar kom je weer terug op van, uh, met mijn energielevel zeg maar, ik ja. probeer een, een schema aan te houden dat ik door de week uh, sowieso minimaal drie dagen, uh, soms vier dagen stream. Uh, dus uh, maandag, woensdag, vrijdag en dan soms pak ik de dinsdag of de donderdag ook mee. Mm -hmm. En dan stream ik vanaf acht uur s avonds. Oh, okay, alleen s'avonds, dus ja. Of er moet iets, uh, uh, weet je. Gisteravond hebben we bijvoorbeeld van 8 tot 12 gestreamd. Uh, weet je dat ik, ik ben wat op de wel soepel met van um, wanneer ik stop, zeg maar. Weet je, soms uh, als je aan het gamen bent, dan vliegt de tijd, zullen we maar zeggen. Ja, 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 klopt. En, ja. en heel soms als er iets speciaals is, uh, ja, dan stream ik ook wel eens in het weekend uh, of, of overdags, ja. maar weet je, het is ook. Um, dan komen we even terug over van, uh, die, die gozer spreekt Nederlands. Weet je, heel veel van mijn mensen die mij volgen, komen uit het buitenland. Weet je, dat zijn Amerikanen. Wil je ook zijn... Engels dan streamen? Nee, ja, ik stream alleen maar in het Engels. Alleen, ook alleen maar in het Engels, ja. Ja, dat wist ik allemaal niet. En, en, en um, ja, weet je, als ik hier om twee uur middags ga streamen, dan is het daar uh, zes uur ochtends. Ja. Ja. Je, dus je moet natuurlijk ook een beetje je, je, je fans pleasen, Ja, zetten, maar. ik snap je wel. Ja, ik ja. snap je wel. Nou cool. Um, dus uh, dat is even afsluitend voor de luisteraars. Um, Blind Warrior Sven op Twitch. Dus Twitch.tv slash Blind Warrior Sven, toch? Ja. Uh, zijn er nog meer dingen die je wil promoten en wil vertellen? Um, Dit is je kans. <laughs> er zijn duizend mensen die kijken. <laughs> <laughs> nou ja, iets meer. Nou, nou ja, voor de mensen die uh, niet van Twitch houden, <laughs> om wat voor reden dan ook. Uh, ik uh, heb ook een YouTube kanaal. Dat is uh, youtube.com slash blindwarriorswen. Dat is momenteel wordt dat gebruikt voor uh, met name shorts en... Uh, uh, video's van events uh, die ik bezoek. Mm -hmm. Maar kan ik verklappen, en dat is denk ik wel een primeur hier, uh, want ik heb het uh, nog niet publiekelijk gezegd. Oh, oh, oh. Uh, binnenkort uh, ga ik ook streamen op YouTube. Oh, oké. Okay. Ga je dual uh, ja. streamen? Dus uh, oh, nice. ben ik ook op YouTube uh, te bewonderen. Nice man. Ja, dat is slim. Dat is slim. Ik denk, ja, je kan, je kan zelfs triple stream doen met TikTok er nog bij, zeg maar. Oké. Okay. Um, en dat is ook maar één knop. Dus ja. misschien hè, kan ik je. Straks even wat berichtjes sturen van hoe dat precies moet. Helemaal goed. Um, maar uh, top, uh, super vet. Uh, Warrior Sven. Ik vond het echt vet dat je er was. Bedankt voor je, voor je tijd, voor je moeite. Graag gedaan. Um, en uh, ja, als je, zodra je iets nieuws hebt of iets cools of whatever, of je wil iets delen, laat me alsjeblieft weten. Ja. Um, want uh, ik, ik ben echt heel erg benieuwd waar dit uh, avontuur nog verder heen gaat. Nou, wie weet, kunnen we zelf misschien een keer een potje Street Fighter. Uh... Ja, maar eigenlijk moeten we oh. een keertje live gaan, bro. Ja? Laten we dat doen zodra jij live gaat op YouTube. Want ik stream ook op YouTube mm -hmm. uh, drie keer in de week en ik begin om half acht s avonds. Oké. Okay. Uh, dus als jij dan om acht uur begint, dan schuif ik aan. Of je begint een half uur eerder, dat kan ook. Kan ook. Um, ik doe het wel in het Nederlands. Nou ja, dat is. Dus, uh... Dan huur je mensen en dan huren we wel een vertaler in. Ja. <laughs> oh ja, is goed. Dan betaal ik die. Oh, okay. uh, nee, ik dus het is of we doen even helemaal in Nederland. Ja. Ik ga niet, in, ik kan niet ineens Engels praten bij mensen in de. Nee, chatie, dan uh, je hebt ook heel veel Nederlanders die kijken natuurlijk. Ja, alleen maar ja. In ja. Nederlands en Belgen. Ja, dus uh, ja, dat, dat, ik kan niet switchen. Gaan we wel een oplossing voor bedenken. Uh, ja, hartstikke leuk. Maar het lijkt me wel heel leuk inderdaad om een keer een potje, uh, potje te doen. Ja. Ik heb Street Fighter denk ik, uh, ja, alleen vroeger gedaan man in de jaren 90, maar dat was het. Oh, het is wel heel erg veranderd. Tenminste, de ja, basics zijn nog wel een beetje het wel hetzelfde. Gespeeld. Het lijkt wel een beetje op, toch? Tekken? Uh, ja, Tekken is wel een beetje andere mechanics, want het is 3D. Hè? Het is uh, dat je ook, zeg maar, om elkaar heen kan lopen. En uh, Street Fighter is natuurlijk... Um, weet je, de, de, de animaties en de velden zijn wel 3D... maar de, ja. de karakters blijven wel 2D tegenover elkaar staan. Dus ja. Uh, ja, als je vroeger Street Fighter gespeeld hebt... dan denk ik, als je het op gaat pakken... Uh, en, je, en je leert een beetje over uh, Drive Impact, Drive Rush, uh, Parry en dat soort dingen, dat je wel aan het eind gaat komen. Oké, okay, ja, ik hoorde alleen Parry, Parry ken ik. Mm -hmm. Dat is een aanval blokken ja. tegelijk met dat hij slaat. Toch? Precies, dus als jij je knoppen indrukt en ik sla je, dan period. Yes, het. Yes, de rest weet ik niet wat je zei. Goed, uh, <laughs> hartstikke bedankt voor het komen. Uh, luisteraars, kijkers, iedereen heel erg bedankt. Check Blind Warriors Sven op uh, YouTube, op Twitch, uh, op uh, Twitter, X, whatever. Uh, overal kan je uh, kan je hem checken. Uh, bedankt nogmaals en uh, tot uh, wellicht de volgende keer. Helemaal goed, dankjewel.